Maar ik wist gigastorage. Kan ik jou vragen om erbij te komen? Ik hoor hem wel. Ja, Maarten, hé, daar ben je. Kijk eens aan. Ja, goeiedag. Als het goed is, hebben we jou de presentatierechten gegeven. Dus Klopt. dan stel ik voor dat jij begint met jouw presentatie. Ja, als het goed is, zien jullie nu mijn scherm. Ja, klopt. Oké, heel mooi. Nou, dan ga ik gelijk starten. Mijn naam is Maart Quist van Giga Storage. Ik wil jullie in het komende kwartier even meenemen wat wij als Giga Storage doen. Maar ook heel praktisch even waar wij allemaal tegen opgelopen zijn bij de realisatie van batterijen. En vooral ook de voorbereidingen en waar je wel aan moet denken en waar je tegen op kan lopen. Eigenlijk is een kwartier veel te kort. Maar goed, ik ga het proberen in een kwartiertje te doen. En als er prangende vragen zijn, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Kort mijn achtergrond. Ik ben vader, gezin, twee kinderen, jonge kinderen. En ik gebruik de weekenden vaak om met het gezin de batterij op te laden. Maar dan op een andere manier. Dit is het Giga Storage Board Team. Wij zijn in 2018 begonnen met batterijopslag. En inmiddels zijn we met zeven personen. Leuk team met verschillende personen uit allerlei verschillende achtergronden. En daar kom ik zo straks graag bij jullie ook even op terug. Want een batterij is best ingewikkeld. Zowel op juridisch vlak komt er veel bij kijken, op financieel vlak, op technisch vlak. Eigenlijk alle boxen, daar heb je heel veel kennis van nodig. En daarom dat wij eigenlijk al met de eerste batterij al best wel met een groot team dagelijks bezig zijn om dat allemaal in goede banen te leiden. Ja, dan gaan we even inzoomen. Stefan, jij hebt het net al even gehad, hè, over zon en wind en hoe je dat met de batterij zou kunnen opvangen. Nou, hier zien we een profiel. Stel je voor dat wij 100% duurzaam zouden zijn in Nederland. Dan heb je op een groot deel van de dagen, de blauwe lijnen is windenergie en geel is zon. Dan zie je dat op een heel groot aantal dagen we een overschot hebben. Maar ook op andere dagen hebben we een tekort. Nou, en eigenlijk om dat in balans met elkaar te krijgen is batterijopslag, in ieder geval de batterijen die wij op dit moment plaatsen, die zijn uitermate geschikt om het verschil tussen dag en nacht zeg maar op te vangen. Dus het enige probleem wat wij op dit moment met de batterij hebben is natuurlijk dat we geen langetermijnopslag kunnen doen. Daar is deze techniek nog niet voor geschikt. Dan moet je inderdaad meer denken aan waterstof en alle andere technieken. Ja, Giga Storage. We hebben het eerste project gaan we neerzetten in Lelystad bij Windnet. Windnet is een privaat net. Dat is in de jaren 90 van start gegaan, omdat de Wageningen Universiteit een windpark bij Liander niet aangesloten kreeg. Daar is toen een privaat net voor gestart met een heel aantal windmolens daarachter. En daar hebben wij de mogelijkheid om een grote batterij neer te zetten. Die is nu vol in uitvoering. Daar ga ik jullie straks nog meer over vertellen. Ik sla het filmpje heel even over. Wat bijzonder is in het aanlooptraject. Wij hebben natuurlijk met verschillende partijen gesproken om die batterij te financieren. Waar wij eigenlijk wel tegen opliepen is dat het vrij nieuwe techniek is. En het probleem is met een batterij is dat er geen vaste inkomstenmodellen zijn. En met zon en wind zijn er PPA's te krijgen, SDE's. En vooral de SDE is erg geschikt om een vaste financiering bij een bank te krijgen, omdat er vrij veel zekerheid is. Nou, dat is met een batterij niet zo. Dus het eerste project dat hebben wij gecrowdfund onder andere. Er is een crowdfunding uitgeschreven afgelopen december. En daar hebben wij 3,6 miljoen euro mee opgehaald om de eerste batterij te funden. En het bijzondere van dit project is dat wij die crowdfunders op de senior positie, dus die zitten vooraan. En Triodos die heeft nog een financiering daarna, zeg maar achter de crowdfunders gesteld. Die zijn dit keer achtergesteld, wat niet normaal gesproken is het vaak andersom, hè, dat de banken vooraan zitten en de crowdfunders achteraan. Maar bij ons is dat dus andersom. Daarnaast om het project mogelijk te maken, hebben wij ook een DEI-subsidie gekregen van RVO.
En zoals jij aangaf, Stefan, de DAI is inderdaad een geschikt instrument. Is alleen wel heel lastig, zeker voor lithium-ion, omdat dat eigenlijk bewezen techniek is. En wij hebben de subsidie ook vooral gekregen omdat wij het bouwen in een smart grid van Windnet. Wij doen daar allemaal slimme dingen mee, maar daar kom ik later nog even op terug. Nou, de batterij staat dus in het vlakke land van Lelystad, midden tussen de tenantlijnen en de windmolens. En wat bijzonder hier is, is dat hier in de toekomst 1000 megawatt aan zon en wind komt te staan. De eerste batterij die is 12 megawatt, dus dat is in de toekomst eigenlijk een rimpeltje in dat net. Maar wel een belangrijke stuurfunctie in de toekomstige smart grid. Nou, een klein beetje over de techniek. Onze batterijleverancier voor dit eerste project is NEC. Ik moet zeggen, wij zijn als Giga Storage in principe leveranciers onafhankelijk. Dus wij kijken per project wat op dat moment de beste techniek is bij het vraagstuk dat er ligt. We hebben de eerste keer voor NEC gekozen. Ook belangrijk waren voor ons de garanties. We hebben een 15-jarige garantie op celdegradatie en throughput gekregen. Dus dat was voor ons eigenlijk een belangrijk punt om voor NEC uiteindelijk te kiezen. Ja, zo'n batterij lijkt simpel. Hè? Het is gewoon een grote doos, lijkt het, met heel veel lithium-ion erin. Nou, je ziet aan het aantal al 1377 modules. En die 1377 modules die reageren allemaal net anders als je ze niet in control hebt. Dus je kan je voorstellen dat het energy management system, wat op deze batterij zit, van levensbelang zijn. Wat wij gemerkt hebben uit voorgaande batterijprojecten, is dat zodra de koeling niet goed geregeld is, krijg je dat bepaalde cellen uit elkaar gaan lopen. En je kan het net zo zien als bij een zonnepark waar zonnepanelen in een string geregeld zijn, is dat de string eigenlijk gaat opwekken zijnde wat het slechtste paneel aan opbrengst heeft. Nou, dat is bij batterijen ook zo. Dus het is van key belang dat die batterij goed wordt gemanaged en dat daar goed mee omgesprongen wordt. Nou, voor het eerste batterij hebben wij twee van deze grote containers. En dat zijn 53 voets containers. Dat is gigantisch. En een belangrijk punt, en dat was nog best wel pionieren bij het eerste project, is de brandveiligheid. Wij staan in Lelystad en Lelystad heeft helaas veel ervaring met lithium-ion branden. Onder andere een bekende fietsleverancier die daar gehuisvest is, heeft meerdere malen met een brand te maken gehad. Dus vanaf het eerste gesprek met de gemeente zijn wij in overleg gegaan met de brandweer om dit project in goede banen te leiden. Nou, wat hebben wij zoal in de batterij? We hebben een detectiesysteem en we concentreren ons vooral op mitigatie van deze eventueel lithium-ion branden. Want het gevaar bij lithium-ion is nog wel steeds dat het eigenlijk niet makkelijk te blussen is als het eenmaal te heet wordt. Wat wij dan ook doen is tijdig, als wij merken dat er bepaalde cellen te heet worden, per cel meten wij temperaturen en die kunnen we ook tijdig kunnen we die dan afregelen. Dus daarmee voorkomen we eigenlijk dat we in zo'n thermal runaway, zoals we dat dan noemen, terecht gaan komen. Nou, mocht het uiteindelijk allemaal toch misgaan, dan zitten er gasblussystemen en uiteindelijk zelfs een sprinklersysteem in. En om te zorgen dat de containers, als er te veel gassen zich zouden ophopen, dan zitten er ook speciaal defibration systems in. Dat wil zeggen eigenlijk dat je een systeem hebt wat voorkomt dat de batterij zou kunnen ontploffen. En dat willen we natuurlijk ten alle tijde voorkomen. Nou, verder interessant om te melden is dat dit soort grote batterijen dus echt een reactietijd hebben van om en nabij de seconde. Dat is natuurlijk supersnel. Ja, er komt wat bekijken, want naast dat we de batterij natuurlijk aan alle kanten monitoren, is het ook best complex IT-technisch om dat ding goed aan te sturen. En je hebt te maken met zon en wind, die een bepaalde productie hebben. Maar zoals Stefan, zoals jij ook aangaf, we kunnen die batterij niet alleen maar terugverdienen door zon en wind op te slaan en dat op een later moment aan de markt terug te leveren. Dus wat wij doen is een zogenaamd revenue stacking. Dus wij doen verschillende inkomsten
En dat is onder andere zitten wij op de verschillende markten van Tennet. Zowel FCR als onbalans. Maar behandelen ook tussen de verschillende energiemarkten. Nou, daarnaast moet dat natuurlijk allemaal goed geregeld zijn met de zon en wind. Want wij proberen zoveel mogelijk zon en wind wel in die batterij op te slaan. En op een later moment aan het net te leveren. Dus dat is de belangrijkste functie van die batterij. Maar op momenten dat er nauwelijks zon- of windproductie is, dan proberen wij die batterijen ook op andere markten te verwaarden. Nou, dat hele complexe spel, daar is eigenlijk een heel IT-platform wordt daardoor voor ontwikkeld. En daar helpt Spectro ons bij. En wij hebben ook verschillende partijen die ons helpen met forecastmodules. Zowel voor wind, maar ook artificiële intelligentie zit erin. Zodat wij zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van de verschillende markten. Nou, dan interessant natuurlijk, hoe kunnen we dan een batterij, zien we straks een batterij bij elk zon- en windpark in de toekomst? Nou, als je de krantenkoppen ziet en zoals Stefan net uitgelegd, moet er wat gaan gebeuren. Want we kunnen niet al die zonneparken op dit moment aangesloten krijgen. Wij denken dat een batterij daar een mooie rol in kan gaan spelen. Maar we lopen ook wel tegen wat uitdagingen aan. En daar wil ik jullie nog graag in meenemen. Dat is onder andere het knelpunt van de transportkosten. We hebben een klein rekenvoorbeeldje opgenomen. Als je een standalone zonnepark zou hebben, die levert energie aan de markt. En daar zouden wij die energie zouden wij natuurlijk tijdelijk op kunnen staan en op een later moment kunnen leveren. Dan is er nog niks aan de hand. Maar op het moment dat dat zonnepark geen energie produceert. En wij willen met die batterij, omdat dat nodig is om die batterij terug te kunnen verdienen. Die batterijen zijn op dit moment nog te duur om dat alleen te kunnen doen. Gaan wij energie van het net halen, dan krijgen wij eigenlijk een soort boete in de vorm van de transportkosten. Nou, klein berekeningetje. Ik wil je er heel snel even doorheen halen. Als wij 1 megawatt met een 1 megawattuur batterij 1 keer per dag zouden laden en 1 keer zouden ontladen, zonder dat er op dat moment zonproductie is. Dan hebben wij te maken met de zogenaamde tarieven. En dit is een voorbeeldje van Liander. En dan eigenlijk is dat opgebouwd uit een aantal vaste tarieven en een aantal flexibele tarieven. Nou, dat is de zogenaamde KW Max. Die staat bij ons heel hoog hier op de muur geschreven. Want dat is een bordetje voor ons waar wij tegenaan lopen. En die is nogal duur. En dat zie je eigenlijk in de berekening. Op het moment dat wij die batterijen inzetten op de onbalansmarkt, dan zie je een opbrengsten van gemiddeld 4650 euro per dag. Maar daar tegenover staan een transportkosten op dat moment van 3000 euro. En dit is natuurlijk even een fictieve case, want het hangt natuurlijk heel erg af van hoe groot is je batterij en welk transporttarief val ik precies. Maar maak de batterij nog iets groter, wordt het bij Liander of Enexis niet speciaal gunstiger, wordt het zelfs ongunstiger. Dus waar wij op dit moment toch wel heel erg tegen oplopen, is dat een batterij eigenlijk bij zon- en windparken niet is terug te verdienen. 65% van onze inkomsten, als je het niet goed en slim doet, die gaan gewoon op aan deze kostenpost. En daarmee kan je je al voorstellen dat een batterij op dit moment nog niet is terug te verdienen. Nou, we zijn aan alle kanten druk aan het lobbyen om met partijen om te kijken of we hier in de toekomst vanaf kunnen komen. En dan zien wij een hele mooie toekomst voor batterijen. Er zijn wel een paar dingen waar wij tegenaan... Sorry dat ik even inbreek. Want ja. We willen nog even een paar minuutjes houden om met z'n allen wat te discussiëren en vragen te beantwoorden. Dus ik weet niet of je nog een minuutje nodig hebt om nog even wat dingen te zeggen daarover. Ja, we hebben nog de laatste dia. Zal ik die afmaken? Ja, is goed. Ja, is de laatste dia en dan kunnen we naar de discussie door. Dus resume, kosten voor energieopslag zijn op dit moment nog duur, ongeveer 15 cent, meer dan 15 cent per kilowattuur. Je hebt veel elektrotechnische kennis nodig, garanties zijn van belang, dus ook juridisch gezien moet je behoorlijk wat kennis meenemen. Voor die modellen op dit moment zijn wel complex. Het is van belang dat je ook een goed IT-platform hebt met connectie naar de verschillende markten. Er zijn nog geen vaste inkomsten, dus het is best lastig financierbaar. En brandveiligheid en duurzaamheid zijn een belangrijk aandachtspunt. Nou, wat wij eigenlijk willen doen in de toekomst. Ons doel met GigaStorage is om grootschalig energieopslag te faciliteren.
aan energiecorporaties en aan energiemaatschappijen of energieproducenten en consumenten. En wij willen eigenlijk dat hele lastige pakket voor die partijen uit handen nemen. En de batterij zeg maar bij die partijen neerzetten. En dat hele complexe stuk willen we faciliteren voor die partijen. Helaas is het moment daar nu nog niet, omdat we tegen die transportkosten aanlopen. Maar wij bereiden ons wel voor op het moment dat die eraf zijn, om dan grootschalig bij partijen uit te rollen en partijen te helpen om batterijopslag te gaan realiseren in de toekomst. Dat is eigenlijk even ja, in kort ons verhaal. Ja. Nou, top. Goed verhaal, denk ik. Dankjewel. Ik stel voor dat we ook Ruud nog even bij gaan vragen, dat we allemaal drie in beeld zijn. En dan kunnen we even kijken of er nog wat vragen zijn. Sowieso wat vragen voor jou, Maarten. Laat ik daar maar eerst mee beginnen. Ik was zelf wel erg benieuwd naar, jij zei van we hebben deels financiering gehad met crowdfunding. En bij ons zijn degene die de crowd, zeg maar, die staat vooraan dan de bank. Wat houdt dat precies in? Krijgen ze eerder dividend of hoe moet ik dat zien? Ja, nou, dat klopt zeker. In principe betalen wij de bank en de crowdfunders tegelijk uit. Maar mochten wij in default raken, zoals dat dan zo mooi heet, dan gaan ze eigenlijk hetzelfde als met een hypotheek. Dan gaat normaal gesproken de bank voor. Maar dat eerste recht ligt nu juist bij de crowdfunders. Okay. Dus mocht onverhoopt de lening, mochten wij niet aan onze voorwaarden kunnen voldoen, op tijdige aflossing, ja, dan worden als eerste wel de crowdfunders betaald. Okay. Dus dat is een beetje wat je, ja, dat is op zich een leuke methode inderdaad, om dat op een andere manier ook te financieren. Dat vind ik echt wel een goeie. Ja. Nog een vraagje voor jou. In welke situatie kunnen solarontwikkelaars dit toepassen? Of dit batterij storage systeem toepassen? Heb je daar een antwoord op? Of zie je dat in de toekomst gebeuren? Ja, wij zien dus in de toekomst dus goede mogelijkheden ontstaan om bij zonneparken batterijen neer te zetten. Het is wel heel erg afhankelijk van de situatie natuurlijk. Wat voor type batterij, hoe groot. Dus het is maatwerk. En heel veel partijen die ons daar ook voor benaderen. Alleen, ja, op dit moment zeggen wij, interessant, laten we met elkaar naar kijken. Maar op het moment dat de transportkosten eraf zijn, dan kunnen we daaraan gaan rekenen. Want op dit moment is het geen business case. Nee. Tenzij, daar moet ik wel bij zeggen, je een heel groot wind- of zonnepark hebt. En vaak ook is het interessant als dat gecombineerd zit achter één aansluiting. Dan is het een ander verhaal. En dat hebben we bij Windnet. Daar komt dus 1000 megawatt te staan achter één aansluiting. En dan kunnen wij zeg maar binnen de marges van het zon- en windpark kunnen wij die batterij inzetten zonder energie van het net af te nemen. Dat is uiteindelijk de truc, omdat we tegen die transportkosten aanlopen. Maar dat zijn natuurlijk niet zoveel plekken waar je dat kan doen. Nee, dus directe lijnen inderdaad, dat zou kunnen. Als je binnen een afgebakend stuk jouw batterij neerzet en dus ook een windpark of een zonnepark hebt, als dat binnen hetzelfde, ja, ik zou bijna zeggen technisch-juridisch kader valt, dan zou je dit kunnen doen zonder de transportkosten te betalen. Ja, en dan moet je dat heel slim doen. En dan hebben we natuurlijk nog steeds momenten dat er geen zon en wind is. Nou ja, en daar moet je dan aan rekenen. Hoe vaak is dat? En hoe groot maakt die batterij dan? Of, hè, zodat we zo min mogelijk daar tegenaan lopen. Okay. Dat is het spelletje op dit moment. Er zijn natuurlijk ook gewoon grote industrieën, partijen die veel energie afnemen. Daar kan je het juist andersom doen. Hè? Daar kan je die batterij inzetten om een stukje peak shaving te doen. Hè? Dus daar werkt hij juist in je voordeel. Ja, nee, precies. Oké, duidelijk. Stefan, heb jij wellicht nog vragen voor de heren? Ja, ik zat nog wel te denken. Ik vertelde natuurlijk net in mijn presentatie dat nu die verschillen tussen prijsverschillen nog niet zodanig zijn dat je een energieopslagproject kunt doorrekenen. Maar verwachten jullie dat in de toekomst dat wel het geval is? Of denken jullie dat er altijd nog wel verschillende rollen gecombineerd zullen moeten worden? Ik verwacht dat er zeker de eerste jaren rollen gecombineerd moeten worden. Omdat die energiemarkten zich nog niet... die zijn eigenlijk in ontwikkeling door de energietransitie. Dus wat vandaag een markt is, hoeft morgen geen markt meer te zijn. Dat zien we natuurlijk een beetje met de FCR-prijzen. We gaan naar een 4-uursmarkt. Nou ja, de vraag is natuurlijk even, wij hebben daar ook rekening mee gehouden dat die toch wel wat minder zal worden. Ja, een batterij inzetten, ontwikkelen voor alleen FCR is natuurlijk gewoon geen optie. Dus je moet, ook om je techniek robuust te houden voor de toekomst, moet je ervoor zorgen dat die voor allerlei technieken inzetbaar is. Dat zal toch wel de key zijn van het verhaal. En we zetten die batterij natuurlijk ook voor 15 jaar neer, hè? Dus dat is best een lange termijn.
Ja, inderdaad, ja. Er is best wel daar vraag binnengekomen. Kan ik dan nog op ingaan? Oh, sorry, Ruud, ga je. Ja, bij Ecovat geldt dat ook. Hoewel bij Ecovat is de primaire functie altijd het leveren van warmte en koude aan de gebouwde omgeving. En dus het zorgen dat de woningen warm blijven. En dat zal over 10, 20, 30 jaar nog steeds precies hetzelfde zo zijn. Misschien is het iets warmer geworden tegen die tijd. Laten we hopen dat dat niet te erg is. Maar de kansen om het vat te laden en het systeem te laden, dat gaat zich ontwikkelen. Dus het kan zo zijn dat er nu restwarmte in een gebied is dat we gebruiken om het vat te laden. Maar in toenemende mate zal er steeds meer overschotten van duurzame energie zijn. Zowel in Nederland, maar vooral in deze regio. Die het lokale systeem met Ecovat en warmtenet steeds goedkoper kunnen laden. Dus ik denk dat het zal altijd een stapeling van functies zijn. Maar ik denk dat de meeste ontwikkelingen naar de business case gaan verbeteren ten opzichte van waar we nu staan. Ja, duidelijk. Dankjewel. Ja, de vraag die ik wilde stellen, we hebben een aantal vragen gekregen die te maken hebben met gemeentes. En dan met name met gemeentelijke goedkeuring van allerlei nieuwe technieken en ideeën. We weten allemaal wel dat over het algemeen wel de bureaucratie een klein beetje achterloopt bij wat er mogelijk is. Ervaren jullie dat zelf ook als een barrière? Of wordt daar goed mee omgegaan door verschillende gemeentes? Hoe zien jullie dat? Zal ik beginnen? Ja, Ruud, ga je aan. Dat is heel divers per gemeente. Wat we nu zien voor ons product is dat de gemeentes concreet een doelstelling hebben om in 2021 een plan af te hebben voor de gebouwde omgeving, hoe die te verduurzamen. Dat heet dan de transitievisie warmte. Dus daar is nog ongeveer anderhalf jaar de tijd voor. En voor dat moment zal helder moeten worden hoe iedere wijk potentieel van het aardgas gehaald wordt. En we zien nu dat er echt een enorme versnelling is in de besluitvaardigheid van gemeentes en het inventariseren van de mogelijkheden. Dus ik zie dat wel positief in. Ja, misschien kan ik daar nog aan toevoegen dat wij bij de gemeentes over het algemeen heel positief. Alleen brandveiligheid is natuurlijk een heel belangrijk punt. En wat daar wel het lastige is, is dat daar natuurlijk op dit moment nog geen wetgeving is. Dus je moet daar zelf zeg maar een beetje wegbereider zijn. En de brandweer zelf helemaal in meenemen. En dan is het wel een beetje afhankelijk natuurlijk ook van wie tref ik, wat ik aan maatregelen wel of niet moet nemen. Dat maakt het natuurlijk best wel ook best wel lastig. Want je weet aan het begin, zeg maar, als je zo'n batterij wil gaan neerzetten, weet je nog niet helemaal waar je aan toe bent. En het is ook niet van tevoren duidelijk van wat wil deze gemeente. Want het is natuurlijk nergens opgeschreven en er is ook geen wetgeving voor. Nee, dus daar zijn we wel mee bezig, hè? Daar kan jij Stefan wat waarschijnlijk veel meer over vertellen. Ja, dat is leuk dat je dat noemt, Maarten. Want toevallig kreeg ik onderweg hier naartoe te horen dat er deze week door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat richtlijnen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Ja. Voor het veilig ontwerpen van energieopslagsystemen met lithium-ion batterijen. Dus daar hebben we in de afgelopen afgelopen jaar met leden van Energy Storage NL, wij zelf, maar ook met de brandweer en met veiligheidsregio's en met het ministerie over gesproken. Ja. En zo zijn we samen zo tot een pakket aan richtlijnen gekomen. Ja. En dat wordt deze week in de Staatscourant gepubliceerd. Het is nog geen wetgeving, maar is alvast een soort van aanloop ernaartoe. Een houvast. Ja. En we werken binnen een commissie bij de NEN, bij het Normalisatieinstituut. Mm-hmm. Aan de PGS 37, zoals dat heet. En dat moet echt de wetgeving gaan vormen. Okay. Voor veilige lithium-ion batterijsystemen. Dus ik kan wel ook algemeen concluderen dat inderdaad het praten tussen gemeentes onder elkaar en provincies, het coördineren van dit soort dingen gewoon enorm belangrijk is. Zeker om zo snel mogelijk te kunnen kapitaliseren op alle nieuwe technieken die opkomen. En de standaardisatie, dat helpt toch gewoon dat je niet in elke gemeente opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Dat helpt je bij het verlagen van de kosten ook en het beter kunnen uitrollen van dit soort technologie. Ja, oké, top. Nou, de tijd is om in ons geval. Dus wij gaan, ik vind het een hele mooie uitsmijter dat we absoluut moeten blijven samenwerken om het voor elkaar te krijgen dat we onze duurzaamheidsdoelstellingen ook met z'n allen gaan halen. Dus ik wil iedereen heel graag bedanken. Ruud, dankjewel voor Ecovat en Maarten voor Giga Storage voor jullie verhaal over de twee verschillende technieken die daar aankomen, van twee verschillende hoeken eigenlijk.
En inderdaad, Stefan, voor het algemene beeld van wat er allemaal mogelijk is en wat eigenlijk de bedoeling is om te doen. Hey, ik wil graag het publiek ook hartelijk bedanken voor het bijwonen van deze webinar. En mochten jullie nog verdere vragen hebben of opmerkingen, neem gerust contact met ons op of met de heren in deze webinar. Die kunnen jullie ongetwijfeld verder helpen. En dan wens ik iedereen, de sprekers ook, een prettige dag verder. Dank jullie wel. Graag gedaan.